Het half zes journaal met Maartje van Wegen. Goedemiddag. Als Nederland besluit de kruisraketten te plaatsen, dan is dat bepaald ongunstig voor de onderhandelingen over ontwapening in Genève, vindt Rusland. En bovendien wordt door die plaatsing de verhouding Nederland-Sovjet-Unie er zeker niet beter op. Het Russisch persbureau Novosti kwam vandaag met dit bericht naar buiten. In de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York zei minister Van der Broek nog eens dat plaatsing van de kruisraketten onvermijdelijk is. In June 1984, we have made a strong appeal to the Soviet Union to reverse the trend of ever-increasing build-up of SS-20 missiles, in which case we would be prepared to forego deployment of INF missiles on our territory. Unfortunately, our participation in INF deployment now seems to become as yet inevitable, since that appeal to the Soviet Union has remained unheeded. Ook in het gebouw van de Verenigde Naties een gesprek van de ministers Schulz en Shevardnadze. Het onderhoud tussen de twee ministers van Buitenlandse Zaken duurde 4 uur, maar leverde niks nieuws op. Het was een voorbereiding op het komende overleg tussen president Reagan en Sovjet-partijleider Gorbachev in november. Over het gesprek zei minister Schulz dat het interessant en openhartig was, maar zijn Sovjet-collega heeft geen bijzondere nieuwe voorstellen gedaan voor het wapenoverleg in Genève. Voor het eerst sinds 1,5 jaar brengt een Amerikaanse dollar minder dan 3 gulden op. In Amsterdam werd vanmiddag 2,99 gulden betaald. Dat is 6 cent minder dan gisteren. In het begin van dit jaar was de dollar nog bijna 1 gulden meer waard. Premier Lubbers heeft bekendgemaakt dat het kabinet het discrimineren van homoseksuelen strafbaar wil stellen. Daarom komt er een uitbreiding van het wetboek van strafrecht. Daarin staat al dat discriminatie op grond van ras, godsdienst en levensbeschouwing strafbaar is. Er komt nog geen speciale wet tegen discriminatie. Premier Lubbers. We moeten wat mij betreft verder gaan in het terugdringen van verschijnselen die er nog steeds zijn, waarbij bepaalde groepen moeilijker kansen krijgen in deze samenleving dan anderen. Dat is een nogal breed vraagstuk, maar het is wel erg belangrijk voor onze democratie. En daarom hoop ik op een serieuze behandeling van de brief die we vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd hebben. CNV-bond tegen twee verdieners. De hout- en bouwbond van het CNV, die een groot congres houdt in Utrecht, vindt het niet te verdedigen dat er 2 volledige betaalde banen zijn in 1 gezin. Op het congres is een resolutie aangenomen waarin 2 verdieners wordt gevraagd om de tweede baan op te zeggen. De CNV-bond vindt dat nodig uit solidariteit met de werklozen. Het is het laatste congres van voorzitter Van Kommenee. Hij gaat weg. Binnen het bondsbestuur is al langer ontevredenheid over zijn werk. De plassen langs de Maas worden verkocht aan een particuliere belegger. Dat hebben provinciale staten van Limburg besloten. De belegger moet er in de komende jaren voor zorgen dat de uitgebaggerde grindgaten watersportgebieden worden. Tegen de verkoop van de 3000 hectare water- en landbouwgrond ten noorden van ten zuiden van Roermond hebben de gemeentes zich steeds verzet. Ze zijn hierdoor 20% van hun grondgebied kwijt. Ze zijn bang dat ze ook niks meer te zeggen hebben over de ontwikkeling van het toerisme. Er komt geen belastingvoordeeltje voor werknemers die van hun baas allerlei extraatjes krijgen. Zowel staatssecretaris Koning als een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het plan van de VVD om het zogeheten loon in natura tot een bedrag van 1000 gulden onbelast te laten. De staatssecretaris wil die extraatjes juist wel belasten. Het gaat erbij om telefoonrekeningen die door bedrijven worden vergoed, het reizen met kortingen naar vakantiebestemmingen, maar bijvoorbeeld ook het gratis reizen voor personeel van de Nederlandse spoorwegen. Over dat loon in natura gaan we nu verder. En alle dubbelzinnige uitleg laten we dan maar eventjes buiten beschouwing. Het geldt u misschien ook als u in uw bedrijf met korting kunt kopen of u in het verpleeghuis waar u werkt mee eet met de patiënten. Het gaat mij ook aan, ik krijg naast mijn salaris een vergoeding voor mijn kleren en voor mijn haar. Voor we met staatssecretaris Koning van Financiën gaan praten, nog wat andere voorbeelden van loon in natura.
Als je de hele dag bierflesjes aan je voorbij ziet komen, mag je dan als werknemer van een brouwerij 's avonds thuis een wat goedkoper pilsje drinken? Ja, zeggen ze bij Heineken in Zoeterwoude. Aan de rand van het parkeerterrein staat daar een kleine loods waar ieder personeelslid zijn of haar kratje bier goedkoper kan krijgen dan in de winkel. Zij het met mate. Je kan die niet onbeperkt kopen. Per maand kan iedereen maximaal 4 kratten bier afnemen. En nog wat kratten frisdranken? En frisdranken. Dat kan men ook afnemen. Maar voor welke prijs dan? Dat is de prijs die ongeveer op het niveau van de groothandelsprijs ligt. Kijkt de belastinginspecteur hier nu naar? De belastinginspecteur kent die regeling en bevindt zich op dit moment ruim binnen datgene wat de fiscus voorschrijft. Voor wie bij JVC, een grote video- en audio-importeur, een paar honderd meter verderop werkt, is er zelfs nog een mooiere regeling. Ja, ik vind het een heel normale zaak dat mijn personeel apparatuur hier rechtstreeks en goedkoper aanschaft. Hoeveel goedkoper dan? Neem een toestel als dit, 2500 gulden in de winkel. Wat kost het personeel dat? Daar betaalt het personeel ongeveer 2000 gulden voor. En voor een video als die kost 4000 gulden, daar betalen ze ongeveer rond de 3000 gulden voor. Dat is een 25% korting. Wat zegt de belastingen daarvan? Bij mijn weten zeggen ze daar niets van en is het een hele normale, legale zaak. Dat stewardessen ook privé heel goedkoop de hele wereld overvliegen, is ook een vorm van loon in natura. Iets dat een KLM-woordvoerder weliswaar ontkende, maar dat hij liever, met het oog op de belastingen, zei hij, toch niet wilde toelichten. Zo blijken er overal, ook bij het woonwarenhuis IKEA, allerlei afspraken te zijn dat personeel bij de kassa minder hoeft te betalen. En houden zo, zegt iedereen. Ik zou het zeer onterecht vinden als de belasting dat kleine voordeel wat wij aan onze medewerkers geven door een korting op de artikelen te verstrekken zou gaan belasten. Hoeveel korting geeft u? Wij geven 15% korting. Dat vindt u eigenlijk normaal? Het is niet een hoog percentage, te meer omdat ze nog een deel van de bruto marge ook nog betalen. Bij alle bedrijven waar ik vandaag was, heb ik eigenlijk hetzelfde gehoord van laat de belasting nu niet op alle slakken zout gaan leggen. Denkt u daar ook zo over? Daar ben ik het helemaal mee eens.